Zo, daar ben ik dan aangekomen in het prachtige Almere. En ik ga op bezoek bij Mariam Aftap, want zij heeft een beautybox ontwikkeld. Met allerlei full-size producten tegen een betaalbare prijs. En zeg nou eens eerlijk, wij vrouwen houden van beautyproducten. Ik ga hier opzoeken. Nou Mariam, in 2014 begonnen met Beauté et Folk. Ja. Wat houdt het concept nou precies in? Beauté et Folkbox is een beautybox waarbij je niet vastzit aan een abonnement. Dus wat je vaak ziet zijn beautyboxen of boxen aan zich met abonnement. Hier zit je nergens aan vast. Je ziet van tevoren altijd wat er in de box zit, dus geen verrassingen achteraf. We communiceren altijd netjes wat erin zit, hoeveel ml. Seizoensgericht, dus alle producten die in een box zitten, die zijn voor een bepaald seizoen. Dus een zomer denk aan zonnebrand, winter weer wat meer rijkelijke verzorging. En het is ook voor iemand met een kleine portemonnee, dus je kan het makkelijker en sneller proberen. En ik ben echt heel fan van cosmetica producten, dus zitten die erin? Zeker weten. Kijk, dit is een oogschaduwpalet. Oh, mooi. Gaaf, hè? Ja, zeker. Ja. Eerst nog iets. Het is een eyeliner. Ik zie dat jij nu ook eyeliner op hebt, dus ik hou ervan. Kijk, je kan hem net zo dik of dun aanbrengen als dat je zelf wil. En hij gaat er pas af als jij dat wil. Nou, dat is altijd fijn. Zeker. Kijk. Moet je kijken. Eén swatch. Mooi. En is de kleur ook hoog gepigmenteerd? Zeker, zeker. Ja. Kijk, je ziet het ook. Ik heb maar één swatch gedaan. Hoe goed het op jouw hand zit. Nou zie ik ook bijvoorbeeld dan hier reinigingsdoekjes. Klopt, dit zijn reinigingsdoekjes, micellair reinigingsdoekjes. Ik zal even laten zien, je hebt nu toch mooi make-up op je hand. Kunnen we dat even testen? Lijkt het, inderdaad. Dit zijn reinigingsdoekjes, die moet je eerst nat maken. Dit zijn door water geactiveerde doekjes. Kijk, je ziet nu ook dat het begint te schuimen. Mm-hmm. Kijk, zie je het? Ah ja. Ik ga het even bij je afbrengen. Moet je kijken. Nou, dat is snel. En het ruikt ook nog eens heerlijk. Dus ja, de doekjes die verwijderen gewoon alle vuil, olie, make-up. En wat is dit dan bijvoorbeeld? Ja, dit moet je echt even zien. Wij zijn hier zo blij mee. Dit is de nieuwste lid van de familie van de Zen White Lotus. Dan moet je kijken, wat een luxe fles. Een schattig flesje. Oh, dan moet je echt even ruiken eigenlijk. Ja, doe het even zo. Ja, tuurlijk. Lekker in de lucht. Ruik je hem? Zo, dit is lekker. Lekker. Het lijkt net alsof ik in Bali ben. Ja, dit is een serene geur van witte lotus en warme musk. Nou, die combinatie is echt heerlijk, zeker ook voor het seizoen. Het is echt een hele, ja, het blijft lang zitten. Het is een eau de parfum ook gewoon, hè. Dus niet een eau de toilet. Het blijft de hele dag op je lichaam zitten en geeft een ontspannen geur af. Wat goed. Zeker. Nou, ik zie hier dus de box liggen, maar ik zie ook al dat je een plateautje hebt klaargelegd. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Ja, dat zijn producten waar wij aan het twijfelen zijn voor volgende boxen bijvoorbeeld. Of wat gaan we nou meenemen of niet. Kan je er wel eentje even laten zien? Ja. We houden van unieke producten natuurlijk, hè. Dit is een 4-in-1 product. Oh, fijn. Het is een reinigingsbalm. Dit kun je inzetten als kuur. Een intensieve kuur tegen droge en zeer droge huid. Fijn voor de winter en de herfst die eraan zit te komen. Als herstellend nachtmasker of als hydraterend dagmasker. Dat is toch ontzettend fijn? Zie hier nog wat. En ja, ik twijfel altijd. Moet ik nou exfoliëren? Moet ik nou scrubben? Komt op hetzelfde neer. Dit is inderdaad een dual texture scrubber. Dit is echt met twee kanten. Dus je hebt een grove kant en een wat mildere kant. Dus je kan het ook even voelen. Het zit met sojaschuim in. Dus als jij gaat douchen of in bad zit en je gaat het aanbrengen, dan krijg je zo'n rijkelijke foam. Dus goed voor de beleving ook gewoon. En heerlijk, weet je. Lekker zacht wordt je huid ervan. Nou, en ik zie hier staan, it's me time. En volgens mij hebben we dat allemaal nodig. Zeker. Ja, absoluut. Zeker richting de herfst. Even wat extra aandacht voor jezelf. En wij vrouwen houden gewoon van cosmetica. En van lekkere beautyproducten. Ik kan niet wachten om ze allemaal te proberen. Heb jij dat nou ook of wil je meer informatie over deze box? Ga naar altijdjong.tv.